Wizards. Sorry, even wachten, het laatste bericht. Even iets naar rechts sturen, anders gaan we daar dadelijk tegenaan. Dan moeten we niet hebben, natuurlijk. Ja? Kijk, waar leggen we de pakjes neer? Iets waar we net stonden met uitgraven naar. Als je daar terug onder het hek doorloopt, dan in ieder geval. I found it. Alright. Zoom. Even kijken hoor, dan moet hier nog meestal winkel. Barrel staan. Dat is recht bom. Goed als recht bom. Oh, hier zijn ook nog twee barrels. Daar spant hij nog niet, hè? Die spant nog niks. Eerst is sowieso niet. Dat is inderdaad. Oh. Ja, dat is geen legendary natuurlijk. Nee, dat klopt. Oké, oh, dan kunnen we gewoon. Hoe zeg je dat? Opgraven. Krijg ik toch een lord, een normale? Gewoon een captain. Ja, aan het einde. Oh ja. Dat is deze. Oh. Ben ik nou zo simpel? Of moet ik hier liggen? Wat? Oh, hier. Hey. Waar ben je aan het graven voor? Hier dichtbij plunder. Zit ik nou echt helemaal verkeerd te kijken? Waarschijnlijk. Dus niet deze, dit eiland, Fango. My bad, ik zat echt helemaal verkeerd te kijken. Ik zat even met dat meer. Ik denk, hey, een meer, een steen. Ja, we hopen dat Dennis vlug er komt. Oh, you wrong barrel. Ik ben er weg. Yo. Nou, kom terug. Wij zijn nog gestationeerd. Eentje op Nederland. Er zijn twee, hè? Ja. Twee, hè? Ja. Er moet er eentje bij de boot zijn. Er moet er ook drie bij de boot zijn voor de boot. Oh ja, dan moet er dus eentje terugkomen. Nou, dan ga ik wel terug. Oké. Tje, mocht je heel gelukkig zijn, kun je dadelijk links nog even spelen. Oh. Span nu. De boot. Oh. Ah, had je die barrels niet? Daar, never mind. Voor de deur. En van Dennis stond in hetzelfde als dat niet druk is. Ja, ik zit aan het laatste scherm. Ben ik. Linkerkant. Oh, kijk. Hoi hoor. Nee hoor.
Oh! Wel dus. Nee, we zijn geankerd. Ah, oké. Ik hoop even snel een eentje de alvoice. Gaan ze nog wat interessants? Ja, ze vertrekken nog steeds niet. Ik val me ook aan. Eén is te dood. Oh, wauw! Dat was een one-shot. Met veel health. Dat is nice. Dat doen ze dubbelgunnen. Hij is nu ook dood. Ik weet niet of het nou een dubbelgun was, maar ik bedoel, het was echt heel vreemd. Zo, we hebben twee gaatjes onder. Nu al meer. Was het niet? Hebben ze tegen de dingen aangevaren? Nee, spettelen. Welke kanonnen zijn dit? Ik ga heel even snel naar het toilet. Hier is geen shot. Met de rent of knallen? Lijkt het wel op. Of van Brixby. Die set. Kan ook nog. Ik ben terug op de boot. Ik vind het even een goed plan om het middek even te doen. Dat kan ik eigenlijk wel. Wel doen als jullie op het eiland bezig zijn. Ja, ik heb nu toch 5 planken van die. Van die brik. Ja, die slaat wel even zin. Een helft is gewoon heel dicht geslagen. Oh, wij moeten nog 21 generous en 8 humble. Zelf verkopen of weggeven? Weggeven. Mark had daar al gegraven. Ja, die is klaar. Dus we zijn wel niet drunk in het chest gekomen. Shipwreck. Ja, ik ben klaar met alles weggeven en zelf verkopen ook. Ja, daarom als we dan dadelijk ergens een dingetje kunnen plaatsen waar we die neerleggen, dan kunnen we de rest gewoon verkopen. Want in de captain's quarters ligt dat we verkopen, dat doet komt ze. Ja. Dus dan kan als we ervoor op de boot gewoon 21 generous leggen en 8 humble. Kunnen we die weggeven en de rest plekken gewoon een captain's quarters. Ja. Dikke lul zit eraf en hij vloog weg. Ik had Mongoose Publishing trouwens gebeld en dacht. Oh ja? Hij dacht van ja, maar het kan tot 28 dagen duren. Dus dat is bullshit. Want dan ben je gewoon langer aan het leveren dan Wish en AliExpress. Ja. Ik zeg er daarbij, een maat van mij in Nederland hebben hem op 5 december al gekregen. Oh, ja dat is graag. Nou dan wacht ik maar heel even af. En als je het aanstaande maandag nog niet hebt, bel je me op. Ik hou er hier eentje apart voor je. Ja. Dus ik ga denk ik aanstaande maandag gegarandeerd bellen. Ik kan het zeggen, al heb je hem binnen. Ik zou bellen. Ik heb lang genoeg gewacht. Ja. Dat was boardgame, toch? Ja. Neem ik nog wel van je over. Mm-hmm.
Daar is hij. Je hebt een... Oh, ik pak een barrel, pas op. Dat was een barrel. Net dek dicht slaan. Kan ik wel bezig zijn. Moet wachten. Oh. Nog een keer. Dood. Nou, kom ik direct nu. Oh nee, wacht, moet die ander meer uitgaan. Even kijken. Nou, kom ik direct op een nieuwe foto. Hallo, hallo. Zit vast. Ik dus even een gat houden, man. Ik heb dadelijk de bocht. Ja, dat dacht ik al. Ja, hij is jouw Mark. Is hij. Als je dadelijk, als we loggen en niet gespawnen, dan is er eerst 1 X-mark over, kun je daar 3 barrels neerleggen. Dan, want dan weet je precies waar die spawnt. Hij spant altijd op die laad? Nee. Hij kan het best doorspannen. Oké. Zullen we stapeltjes van 5 maken? Ja, maar die hummel hoeven we maar 8 hebben. Ja, dat is een stapeltje van 5 en 3, oké. Okay. Ja, daar hebben we nu 4 van liggen. Daarom. Als hier dadelijk 8 liggen, zijn we daar al mee klaar. Dus zo super moeilijk. Hoi. Dankjewel. Kijken, dat is 3 generous. Klaar en staan dadelijk met de voeten, maar ik klaar is.
Ben je met de lore bezig, Mark? Nog niet. Nog één kistje. Oké, okay, dan moet je daar drie barrels neerleggen. Precies op de plek waar die X is. Graven, wegrennen. En zodra die helemaal gespawned is, direct opblazen. Even hier buiten neerzetten, want... Gewoon net buiten de deur vind ik goed zat. Maar het is huizen. Doris hebben we ook al mijn cannonballs. Ja, altijd. Barrels bij kanonnen hebben we bijna altijd cannonballs. Daarom, oh, hier ligt ook nog een poenbarreltje in. Ik ken Dennis trouwens, maar ik weet niet welke dat zijn. Ja, ik denk. Maar we moeten ze wel hebben. Dennis sowieso. Boys, kom zoiets. Gaan die geluk met die barrels, Mark? Ik denk, het niet helemaal. Maar deze spannen instant. Hij kwam uit de grond en hij kwam gelijk rennen. Goed een foto. Ah, kijk. Weer bij hem. Ja, dat is toch mooi. Wij lopen hier. Dus ik weet in ieder geval uit die toren die langs de boot zit, als het sowieso al een berg op was. Ik heb trouwens geen voyages meer. Ik ook niet. Ik heb er nog één. Oké. Okay. Toch? Ancient Isles, toch? Ja. Ja. Ja, ik heb er nog één. Het komt goed uit, want als die erop lijken, beginnen wij waarschijnlijk weer. Ik dat ook Mark dan met twee achter elkaar is, dus dat hebben wij tijd om op en neer te varen. Had jij die map van die log wel opgepakt? Van die wat? Ik ben nu met die lord bezig. Shit, er zijn twee gifts vergeten uit te graven op een van de eilanden. Ja, ik zie al wel. Koosnaast. Ja, maar ja, we waren daar toch aan het vechten? Ja, we zijn aan het vechten. Klopt, ja, ik was alleen die vergeten. Maar, niet uit. Ja, hij heeft de lore dood. Ja, hij heeft hier nu vier kistjes om op te graven daar. Probeer eerst even die van de gele te doen, of? Ja. Ja, eerst die van de gele. Zo, ik heb mijn kaartje voor Five Finger Death Pinchuk binnen volgens mij. Nice. Ze zijn in Nederland dit jaar, toch? Ja, nee, volgend jaar, ja, 26 januari in Amsterdam. Ah. Leg je alle gifts op één plek neer, maar... Ja. Ja, dat zijn gifts, dat kunnen we straks van de staaf afpakken voor de Generous, en de rest kunnen we gewoon zo echt zorgen dat we hier die 8 pakken hebben leggen van die Humble. Ja. Zo, kijk, kijk. Oh, dat was de andere kaart. De Heineken Music Hall. Oh. Ik, maakt dat niet uit. Maakt niet uit, het moet ook allebei uitgaven, maar... Shit, kunt het beetje... was eigenlijk niet helemaal expres. Ik stond gewoon op de verkeerde plek in een krant. dat is nog veel beter. Hoe tango is het? Hoi. Oh nee, als tango dadelijk zijn dingen heeft gevoot... Dan... En wij moeten hier graven, kun jij alvast teruggaan naar plunder? Ja. Dan kunnen wij... Dan kun jij... Dan maken we nog winst, partij. Ik stond wel op een goede plek. We lagen er gewoon twee. Ja. Hadden jullie die daarom hier al voren gepakt voor zo'n ding? Nee. Maar hier ligt hij wat veiliger als je daar een blaar Dat is inderdaad 100% waar. Zo.
En dan mogen we weg. Oh crap. Andere kant. Nee, de dash faalde, want ik viel er van. Ja, ik zag het. En dan zeg ik andere kant. Een hoop gezegd, daar zag ik last van. Oh ja. Zat een boost niet in de weg. Het kan de beste overkomen. Precies. Dat klopt, mij altijd. Hallo? Oh, is je over. Ja. Oh, hij is hier. Yep. Kom maar omhoog. Nee, jij gaat mij niet. Goh, je ziet ook dat ik heel veel haast heb om naar jou te komen. Ja. Merk het ook. Ja, maar cadeautjes zijn belangrijk. Ja. Die zijn geld waard. Of dat andere kaartje was er maar eentje? Ja. Oh crap. Ja, dus die opgepakt had van de lof. Dat is toevallig op jouw eiland. Ik zou de prijs stellen als je niet de hele tijd de Mutinous Helmsman spant, want die ben ik al klaar mee. Hij nog niet. Hey, moet jij ook nog die Legendary nog een paar keer doen voor die Captain Dance? Die Dutchess, die kun je ook op vochten krijgen. Ja. We zijn er al een paar keer tegen gekomen. Die is volgens mij niet aan mijn limit. Pas op, Dennis. Nee. Ja. Dennis. Doodjes, dat staan we in het. Pas op. Wee! Oh. Ja, hi Roy. Dood. Ja, het is mooi even vlug. De voice was niet alleen. Nou, ik ga even even snel deze uit. Ligt een skull in het water. Ja, en een present op de steen. Oh, die moet ik ook hier uitgaan. Had jij alle twee die je had uit je graven al weggelegd? Ik heb er maar één uitgegaan. Oh ja, die andere die weet ik ook. Ja, ik weet waar die ligt. Ik heb al gevoot. Ik heb een sloepje al heel dichtbij. Een sloepje dicht bij jou? Ja. Waar liggen de... Verder. Oh. Hij ligt voor anker met de zeilen onderweg, dus... Wij mogen weer. Ja, doe even foto Dennis, dan kan ik vast op en neer. Wij mogen weer, zei ik al. Ja, dat mag. Shit, ik denk al, what the fuck heb je ervoor? Ja, dan kan ik even naar dat ene cadeautje leggen. Dat maakt niet uit. Dat kan ik dadelijk nog meenemen. Ik breng hem godverdomme aan boord. Moet toch draaien, dus wat dat betreft. Jammer dat 1, je die pakjes 2, 3, 4, 5, 6. We hebben 7 humbles. Eentje. In ieder geval op de stapel. En dan hebben we die in ieder geval weg. Je hebt het dronkenmans gelijk hier. Ik kan nog niks aan doen, want ik heb geen dronkenmans bij gaan zijn. Ik heb een ding, dus dat duurt even. Mark mag weer. Als jij dan terugkomt, Dennis, dan kun je die chest dadelijk even oppakken. Ik heb een speeltje langs me varen, zie ik. Een skelly sloep. Nee. Okay. Zal ik de cadeautjes even in een toren in de dingen leggen en dan ook gewoon komen? En dan wat spawnen ze dadelijk. Hier liggen die cadeautjes. Oh, daar vraag ik. Zal ik ze hier leggen? Nee, blijf maar even hier. Doei!
had je een parrot. Had jij de gaten nog dicht getimmerd? Ja. Maar niet. Ik denk dat hij naar Plunder gaat. Oh, ik kan zeggen zwak, kun je gewoon op Plunder voice call aan zo vervelen. Zo wat? Vous pouvez pas me laisser le truc. Ja. Qu'est-ce que on peut, qu'est-ce que tu? Ja. Je ne parle pas français. Maar het zijn dus Fransozen. En die moeten niet vertrouwen. Goed. Yes. Ze zijn zo zuur als een kwark. Die zijn zo dichterbij. Dan schiet je gewoon naar een eiland. Maar Tango kan er best nog zo goed komen vanwege ook een voortje kopen. Ben ik kom al. Klappen zo het eiland op. Ja, wat heb je bij je waar je zo hard mee rent? Ik ga je niet achteraan rennen, ik ga gewoon je supplies pakken. Ze hebben twee mermaid gems. Kut! Wat? Dood. Ja. Skelly Lord, gedespawned. Ik stond er dichtbij en ik had het niet door. Maar dan kan je wel een voyage kopen. Dat kan. Ja, dan hoeft Tango niet terug te komen en dan gaan wij gewoon... Oh ja, ik ben... Zonder me net op de mermaid te pakken. Ja, wacht, ik draai iets, dan schiet jij hier af, dan vaar ik even door naar het oosten, dan pak ik eigenlijk op de terugweg doorheen. Zo, dan vaar ik door naar de fort weer. Wat was hij nou allemaal aan het zeggen? Ik sta daar geen tip van. Zijn ze nog op het eiland? Geen idee. Ja, ik zie hier dat sloepje. Die is een zinken. Want die rammen ze vol in het eiland. Eentje rent er van de bouwstraf naar het een en ander. Hey, hey. Oh, hij heeft me dood. Ik was even denken dat jij aan het boren was. Nee. Had jij wel al op ooit gehaald? Ja. Super. Nee. Nee, ik had tegen Dennis. Ik moet daar toch op terug. Maar dan gooi ik me wel op groot en slap dadelijk. Juist. Ik heb denk ik ook iets meer ervaring dan Mark met die Lords solo neerhalen. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is niet de nadelen van Mark, maar dat is gewoon een beetje het pak. Oké, het is een boze Fransoos. Dat is een Frans boos. Ja, Frans boos. Maak wat tijd voor me vrij. Nou prima, boem! Zink vanavond met mij. Is hij gezonken? Ja. En dood. Heb je wel allemaal voor je schaal, want doe dat er. Jazeker. Kut. Ik heb nog een voortje opleggen, ik heb nu een voortje gehaald, maar ja. Maar niet uit, we hebben die dadelijk weer gezegd, moet gewoon misgaan. Ik bedoel, het kost toch niks. Wel, twee keer de helft. Twee keer, dat is nog steeds nul. Ja, maar 0 gedeeld door 2 is error. Ja, dat klopt. Een dikke error.
value must be... Divide by zero kan ik gewoon niet. Nee, dat klopt. Samen. En dan pikken we hier dadelijk gewoon even die klootjes meteen even op. Ja. Hoe zijn we toch? Cadeautjes. Kijk, dan moet je volgens mij... Nog één humble hier bij de stapel aan de rest, mag jij de captain scores. Een humble. Dan gooien we die wel even aan de linkerkant in de captain scores, zeg maar. Mocht er wat misgaan, hebben we wat reserve. Flikken we ze gewoon op het bed. Ja. Waar jouw aap ligt te pitten. Ja, ik had die hier boven neergelegd, dus ik weet niet wat ik daar beneden doet. Ik was een beetje te fripsies, denk ik. Nee, ik denk het. Toen kwam de aap uit de mouw. Dus liggen bij de vooraankomst of waar liggen die? Geen idee, man. Ik weet wel waar ze liggen als ik op het eiland sta, maar ik zou niet zo kunnen zeggen waar. Aan welke kant. Liggen ze op een dok, liggen ze bij een hol. En waar je onder het dok door kan lopen, zeg maar. Ik weet wel waar het is. Dus volgens mij is het hier de achterkant van... Ah, ik zie wat klemmen. Tenminste. Het is straks rechts in ieder geval. Dus anker maar even maar. Oh, daar. Waar we vaak ook ankeren als we hier aan vochten. Ja. Dat, ja. Hey, een hele gekke gedachte, hè? Maar als die collectors testen en die action testen even leeg maken, dan zetten we ze hier, hè? Moest er nou nog één humble bij, zei je? Ja, eentje, want dan moeten er 8 liggen. Tadaa. Hey, maar horen jullie mijn idee? Nee. Ja. Dan kan ik ze direct allemaal in dingen prikken. Hier kun je daar, als je niet te ver meer doorrijdt. Als je nog een beetje doorrijdt, niet wel, maar. Dan kunnen ze allemaal gehaald worden. Oh ja, ik kan er precies tussenin liggen. Ja. Knap. Dat heeft nou nog nooit iemand tegen me gezegd. Present. Another present. Ik kom even wat van die plek gezegd halen. Dat had liggen, man? Ja. Waar heb je het neergelegd, man? Waar je net voorbij liep. Oh. Die hebben we eerst voorop, ah. Allemaal op het bed. Die moeten blijven liggen. Oh! Oh. Ja, nou kunnen deze alle 3 weg. Ik weet niet welke van ons zijn. Ja, ik weet het wel. Deze. Zo. Die, nou, die hebben we gestolen, namelijk. Stapeltje. Gotcha, my bad. En deze op Ik dacht dat het gewoon de stapel was van dat kunnen wij verkopen ofzo. We kunnen allebei verkopen, het is alleen mocht er nu wat fout gaan dat mensen die de pack verkopen ofzo, dan hebben we wat reserve liggen wat we aan iemand anders kunnen geven. Weg kunnen geven. Ja, zo. En die initiële teller daar niet voor. Het is ook best wel dom dat ze geliefd zijn, want nu tellen die keuzes niet meer.
Misschien ik even hier neer zou tangen, Mark, ga ik graven, dan kunnen jullie al wat trekken. Oh, er was er nog maar eentje te graven. Ja. En er lag nog maar een eentje hier. Oh, dan kan ik direct mijn voyage opgooien. Ja. Dan kan ik hier. Een beetje geluk beginnen we hier. Nee, we gaan nu het schipje liggen. Doe maar even mijn harpoenen takken. Humbles op het web. Hiervoor. Nee, ik wil die toom niet. Yo, ik ben hier. Help je jongens. Okay. Doe je. Dan breng ik deze kift nog even samen aan boord. Doei. Coco ligt ook weer te slapen hoor. Wat zei je? Coco ligt ook weer te slapen. Oh, Coco. Ja, er wordt er goed voor ze gezorgd. Ze hebben weinig zorgen, die beestjes. Ze horen af en toe wat cannonballs afvliegen. Maar ja. Ja, maar ze weten dat dat komt. Dat horen ze ondertussen wel niet meer. Nee. Doof. Ja, precies. Dat je zo... Coco! En denk wat Coco ook kan zeggen. Wat zeg je? Cannons right! Dat zou het zijn. Als dus ineens een van die beesten zegt, cannons right! Wat? Wat? Hoepie! Hoe voerde je die beest ook weer? Rechtermuiskant. Je pakte echt net die dingen vast. Ik denk, waarom kan ik die zeilen dan nu naar beneden doen? Kijk, jij had een voyage al, hè? Die ligt er al af. Nee, ja, maar ik heb tegen vies. Ja, ik heb er ook. Mag ik alleen nog niet. En ik ook niet. En dan mag Ies dadelijk even een stukje varen, dan schoon naar het westen. Ja, godverdomme, ga ik kijken. Ja, dat weet ik wel zeker. En ineens op mijn kakken toe wachten. Ja, hij is wakker. Waar hadden jullie alle perels neergelegd? Ik had ze voor zijn de... zijn nu op. Oh. Dat is weer een beetje jammer, hè? Ik wou zeggen, ik had ze links voor de valt liggen, rechts als je ervoor staat. Als je er naartoe kijkt. Maar je hebt toch chapter 1, dus twee dat voor ons. Jullie hebben chapter 1 bij Lost Gold Spot. Ja. My bad. Ook nog eens een schaap aan boord ook nog. Ja, die misten we in deze game, dus ja. Maar even zelf goed doen. Sheep Simulator. Ja, dat zou ook cool zijn, dat je gewoon schapen kan vinden of zo en dan de wol kan verkopen of klot van kan maken. Ja. Hey, ik heb een barrel gevonden. Hey. Hier ligt nog steeds bij Kroeksolo. Lekker laten liggen.
Ik ben heel hard aan het hopen dat die storm niet mijn kant op komt. Ja, want dan heb je alleen maar een pistooltje. Geweerd. Nou, Wies. Mag ik ook overboord gaan? Ja, we zijn allebei weg. Oeh, ah, ik schiet net over de kazerne heen. Auw. That's gone good. Bakkenpoot. Ik schoot me op de berg. Je schoot me net over de tavern, dus ik heb niks last van. Nou, mijn wens is niet ingewilligd. Wat is er hier willen? Keep your eyes de wind van die storm. Cannon fire. Oh, ik heb 2 barrels al. En die ga ik van barreltjes afblijven. Slim bent, haal je dat zeil omhoog gezond. Ik ben al bezig, ja, okay. Maar het gaat niet zo snel alleen. Nee, daar weet ik alles van. Daarom zei ik dat ook al aangezien je veel wind had. Ja, toen ik zeg maar op een gegeven moment halverwege wind greep, dacht ik, ga het voorste zeil maar even even beneden controleren op gaat. Nee, ik zou niet weten wat je geraakt moet hebben hier, eerlijk gezegd, hoor. Die barrel staat voor ons. Ja, precies. Ja. Roy, we hebben het over Richard. Ja, dat klopt, maar het was open zee alleen maar. Er zat niet eens rots in de buurt. Ja, Dennis heeft het ook al gepresteerd om ons stilstaan te bombarderen, dus. Dat staat ook wel. Oh ja, sorry, zou ik het niet meer over hebben, hè? Ik heb de loot gered, godverdomme. Hey, dat is zeker waar, dat zeg ik. Daar hebben we het ook niet over. Nee. Het ging erom om het even. Waarom dat je het moest redden? Ja, ik moet wel het hele verhaal vertellen. En in een tegenovergestelde situatie kun je nog herinneren met die brek-tango? Dat ik achter je roeiboot aan zat? Ja. Toen heb ik wel die loot wel gekregen. Wat die break bij mij niet lukte. Dat zeker weten, 100%. Ja, dat je een paar keer een break of een sloepje achter je aan hebt gehad. Dat we nog net met de boot terug konden komen terwijl jij op de roeiboot zat. Hé, hey, maar ik heb ook met een disconnectende kapitein het schip aan jou toegebracht. Disconnect, gewoon een luie kapitein. Het was niet per ongeluk. Oh, toen werden we allemaal... Kapitein, dat zijn zijn woorden, hè? Huh? Dat voor mij, dat was echt, daar kon ik niks in doen. Met die chips battle die we toen hadden. Nee, dat was echt klote. Dat die brik achter me aanzet met dat roeibootje, dat was toen we onszelf gebombardeerd hadden. Mm-hmm. Toen ik onszelf gebombardeerd had. Maar toen was ik al de hele avond aan het disconnecten. Maar daarna niet meer? Nee. Dus dat het Dennis' schuld. Of niet, je gefixt. Knal over de, nee, over de lijn en tot klaar. Weer, hij heeft het weer recht. De servers vonden gewoon dat ik te weinig stierf. Nou ja, ik had ons allemaal opgeblazen. Ja jongens, nog eentje graven. Yo. En hij is weer bij jullie. Weer bij ons? Ja. Dus we hebben nou gewoon... Hij is niet naar jouw eiland gegaan. Nee. Dat kan. Hoe is dit? Schip in de buurt. Ga even lekker douchen. Hmm.
Oh, Lord. Hoorde daar of jou vliegen of het was gewoon het. Die is weg. Hoppa. Fuck. There we go. Kunnen jullie voor een nieuwe voyage voor? Ja, gaan we zo doen. En even een pakje aan voor. Ik sta hier wortel te schieten! Ja. En zo bewaar je kogels nou voor de Lord, niet voor die wortels. En zo worden plantskeletons geboren. Ja. Jee, het mag weer. Dit is wat we doen, jee. Goeie gezwaardig. Op land is altijd lastig. Dan zet ik een auto aim op, namelijk. Een beetje, maar niet veel. Ja, heel licht. Nou. En het water veel meer, omdat je dan ook rekening houdt met de golf. Hier. Ik ben iets naar voren gegaan, we kunnen dadelijk daar een paar door. Ik weet niet of dat makkelijk gaat voor jullie. Oh, zo. Jongen, als je op me spant, moet je niet in één keer weg gaan rennen, hè? En klaar met graven. Pak die bovenste wel. Ja, natuurlijk heb ik gelijk de Lord hier. Veel succes. Oh nee. Ik heb 4 normale skeletjes. De podcast, allemaal de podcast. En dan weet jullie wel niet waar de Lord van. Ik weet 1 barrel te vinden, trouwens. Lag er hier eentje, toch?
in die toren voor straks. Hier in de tower ligt er ook nog een keer. Nee, of hierboven. Waar was het? Kunnen we de kanaal van de map niet pakken? Naar beneden, terug. Hier ergens. Oh hier. Zo, en dan weet ik er nog eentje. Bij het kruispunt volgens mij, wacht. Ja, ik heb het. Ik heb trouwens geen sniper, dus Oké, hier moet ik even creatiever zijn. Kom maar terug, jongens. Oh. Wat vanaf? Een of andere gal, je komt ineens uit de mist op. Daar eigenlijk, moet ik ook. Ja. Even kijken wat ze doen. Er ligt nog een pakje in het water. Oh, ja. Ik hoor iemand. Ken jij dat dan wel? Mhm. Ik ben wel in het water, ja, maar... Ik hoor het al voordat de tango daar volgens mij in het water spoelt. Zou hem iemand onder de boot tango dat je kan zien? Ik kan niks zien op het moment, ik ben aan de zijkant. Ga maar kijken. Oké. Ze varen het niet in het door. Ik zie niemand. Welke kant varen ze op? Naar het westen. Heel langzaam. Oh ja, zo vind ik. Dus naar Dennis toe. Nee, dat was Dennis. Oh. Left, ik zit op het oosten. Kunnen jullie even snel die laatste aantikken? Nee, ja, want er zit een Lord achter. Ik zie het schip niet meer, ik vertrouw dit niet. Nee, het zit achter het eiland niet, dus als één over het eiland heen schiet, kun je in ieder geval zien waar ze zijn. Ze varen de andere kant op. Gewoon nog steeds verder naar het westen. Ja, ze varen zeg maar van het eiland weg. Ja, nog steeds heel langzaam windteken, dan varen ze dezelfde kant op. En ik zie hier geen mermaid of zo. Ik zag geen mermaid of zo. Nee, zie ik hier ook geen. Kan je die barrel nog pakken aan het engel? Ik ben even. Hoe zeg je dat? Marathon samen. Weet je nog waar die barrel was? Ja, als je. Hoe heet dat? Oh, ik heb hem onderaan die steen nu gezet. Hoe heet dat? Die steen op het. God damn it. Ja, die grote steen in het midden, weet je wel? Die grote steen in het midden, ja, heel duidelijk. Waar je omheen loopt, voor de loopbrug naar boven. Ja, ik weet welke die bedoel. Ja, anders kun je die dadelijk al pakken. Maar, regel die log en tik dat laatste keer samen. Ja. Ik zie hier trouwens iets glimmen, dus ik denk dat hier een pakketje... Ja. Oh, we waren bijna een pakketje vergeten. Ja, maar ik vond het belangrijk om te bewapenen tegen de ding. In die boot. Nee, maar ik bedoel, die zat hier vast in de steen. Maar nee, was het hier. Kan ik beter van even doen? Ja, kijk, hier. Oh, had je de barrel gepakt hier? Nee. Ik had de barrel hier gezet. Maar daar in de rots. Nou. Zal ik graven? Jij moet schieten. Go. Tada. Waarom? Oké. Dat was heel interessant. Wat? Hij deed een animatie van die barrels of wat kisten. Ik kan graag met. Hoeveel de bloemen, Roy? 40 mutiny cursed of zoiets, kijk. Waarschijnlijk dat je de mutiny zelf een 25 keer afzagen.
Cured and cursed. Anyway, dat was het weer. Mutiny crushed. Ja. Je hebt de mutiny zelf een 10 keer verslagen. Doen jullie even vervolgd, jongens? We zijn B. Hoe heet het ook weer? Deze? Agent Elsa. Hè? Ja. Ja. Goddamn. Wat is er, Pango? Ja, ik bleef echt zo'n klote steentje aan. Dennis mag beginnen. Yep. Ja, alleen jij nog een voor je shirtjes, of? Niemand. Van ons twee. Oh, nee, wacht, Ries heeft er nog eentje. De eerste. Ik moet er nog eentje hebben. Nou, daarom vroeg ik dan even voor de zekerheid, anders was ik vast van een paar. Ja, ik dacht eventjes dat jij degene was, die, of Ries degene was die was eerst neerlegd. Nee. Was jij. Ja. Dennis had hem als allereerste hele. Kijk, waar we hier nu? 9 generals. Jullie zijn aan de beurt. Pak die boven wel. 9 generals buiten. 9 generals daar. En die moesten 21, hè? Ja. Oh, ik heb de Lord hier. Een Lord van Teamers. Oh nee, wacht, dat is de tweede. Even kijken. Ik heb hier voor de tweede volgens mij 1 Generous. Ja. 1 Generous en 5 Temple. Komt hij nou letterlijk hier? Ja. Hier? Oh fuck. Ja, hij heeft me bijna van het eiland afgeblazen. Kom er niet bij. Ik zie dat je niet dichtbij komen. Ga maar naar vader. Oh. Ben je wel van Thailand? Ja. Bijna recht de lucht in geblazen. Hij is dood. Er komt een galleon aan weer, jongens. Dat zal diezelfde zijn. Dezelfde kant. Vanaf de kant van je neus, zeg maar. Oh ja, waar vooraan. Dat is diezelfde. Ja, vaart, maar... richting oost, dus richting Dennis in ieder geval. Wat goed zijn dat we ze helemaal niet gezien hebben door die mist. Ofwel, want volgens mij draaien ze heel hard. Schendende fleet. Nee, ze zijn gedraaid. Ja. Naar ons. Tenminste, ze draaien om ons heen. Ik ben aan boord. Mm-hmm. Ik sta klaar bij Mermaid. Ja, we moeten er nog wel een paar uitgraven hier hoor. 2 stuks in totaal. Ja, dat is toch een paar. Nah, die gaan er weer van door. Ja, doe jij mijn graven, Marcus, dan Ries heel erg blij, aangezien de Lord toch daar is. Het liefst eerst die gele uitgaven, dan kan hij direct volgen voor een nieuwe.
kunnen jullie allemaal voort. Mocht er dan wat aangezwommen komen, dan heb ik in ieder geval één man extra. Ja, ga ik eerst even kogeltjes halen. Want anders staat iemand te klik 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 klik. Voyage complete. Ja, en dat is toch een beetje lustig als er iemand, lullig als er iemand dan ladder hangt. Ja. Ze draaien nog steeds. En ze zitten nog steeds aan de voorkant bij ons. Ze gaan naar Plunder, volgens mij. Is dat een outpost daar? Ja, dat is wel. Het forse zeil en daar omhoog. Doe jij de foto helemaal weg? Oh ja. Oh, jij bent ook aan het zwemmen, Roy. Ik denk al, huh? Ja, ik was even dat ze pakt jij een pak. Oké. Ik was bijna gepromoveerd naar major. Ja, maar dag 10. Kijk, ik kan Dennis in ieder geval doen. En dit was als goed zijn laatste voice voordat je die moet een nieuwe gaan kopen. Ze zijn. Ze zijn zelf mogelijk gehouden, ze zijn wel plunderkaart voorbij gevaren. Ja, ze zijn nu aan het draaien, ze staan met hun kont naar ons toe. Ja. Oh, ze geven weer een beetje achterzeil. Nou, dan zijn het in ieder geval niet de beste zeilers, dat is in ieder geval vast voordeel. De laatste man? Ja. Voor ons voorlopig leven. Ja, het volgende mapje is voor ons weer een. Ja, dat komt er nu aan. Ik heb jou vast gevaren. Kijk, kan, maar dan moeten jullie niet doodgaan van de. Van de voor? Ik kan wel varen, maar dan lekker bij Plunderbus. Dat doe ik liever niet alleen. Laat ik het zo zeggen, ik kan dan niks doen daar. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik trouwens van. Die van jou is nog steeds actief. Ja, weet ik. Ik ben echt graven waar die zou moeten liggen, maar. Hij ligt bij die inkeping. Hij ligt bij die aan de zijkant. Hij ligt bij die toren. Tussen de torens in. Niet bij de toren. Wat ben je aan het doen? Oh, Tito. Lord. En nu zit ze volop op het eiland. Nou, ja, hey, als je op het eiland staat, zink je niet. Je verdwijnt er al. Bijna raak. Ja. Hoeveel humble moeten jullie nog zelf verkopen? Geen idee, ik ben even de zuidelijke als goed in staat. Betaal ik. Auw. Als de wind niet krijgt opgelommen. Terugdraaien. Dan kan ik even kijken. Hé, hey, een barrel. Wacht, ja, die zag ik ook. Maar ik sta 49. Heb je er pas eentje zelf gekocht? Ja, en Generous nog aan de geen. Kant, aan de kant, Mark. Ja, Generous nog geen. Yep. Oké.
Maar ja, dat kunnen we altijd doen, hè? Dat is het probleem niet. Ja, het is ook, of is ook onderdeel van het timerrunnen. Ja, weet ik, maar dat hebben we zo gefixt. Zelf kopen. Ja, ja. Ja, kijk hoeveel we nu al hebben. Dus. Daarom. Ik heb ze niet geteld die op bed liggen, maar daar liggen we op. Ja, ik heb er hier nu 7 en 2 generas. Ik heb er een paar meer liggen. Ik heb de 2 Ashen Chests al vol. Alles aan boord voor je discoping. Ik heb 2 van die pakjes in het water liggen. Dan pak hem eentje mee. Volgens mij hebben ze. Ja. Nee. Dan kan ik er nog even eentje voor je pakken. Hallo, schroepje dat geankerd ligt bij het kleine eilandje ten westen van het port. Eentje van wat pakken? Ja, lekker nog een cadeautje. Ik pik vast achter zo, want dat pak mijn ding. Lijken snel, wie genoeg voor. Waar zijn onze brokloot trouwens? Bij Plunder. Maar jullie schieten laat ik me met z'n tweeën af en draai ik de boot vast om het eiland heen. Want tegen die tijd hebben jullie of een mulmeet of jullie zijn nog met een tweede open. Ja, als je dan de boot weg aan het varen is van Plunder, kun jij ook snel even hoog. Ja. Hi Coco. Daarom dan draai ik mooi de boot, zet ik me weer richting het fort. Maar ik kan ik er wel op neer. Oh. Onze lieve brokkenpiloten zijn daar inderdaad tof. Hallo? Waar ga jij heen, Sloepie? Die ligt op nog anker, want achter zelfs nog hebben we hier te zien. Sloepie, waar ga je heen? Ga je naar Mutineer Rock? Oké. Ga je naar Devil's Ridge? Zij gaan echt een slechte dag krijgen. Ja, linksom rechtsom. Ze kunnen ook het anker niet meer ophalen, want dan duwen ze zichzelf alleen maar op het eiland. Ga maar lekker spelen, jongens. Eerst Voyage kopen. Ja, of eerst spelen, dat is ook voor jezelf even. Fire! Van de Voyage kopen kun je niet doodgaan, maar spelen wel. Ja. Vergeet geen supplies mee te nemen. Maar Sloepje, ik ben zo eenzaam. Kom nou, ik wil ook spelen. Jij mag niet spelen. En zijn jullie trouwens allemaal ingelogd voor de Obsidian Fishing Rod? Ja. Ja. Hallo Immortal Bear. Dat is goed dus wel. Dag Toy Bear. Not so immortal after all. Nope. Wat zei je, Mark? Dat is goed dus wel.
Your ship is on fire. Ze hebben nog alleen maar stock supplies. Wat verdomme. Vanuit de vaartechniek die ik heb gehoord, had ik niet zelf al willen verwachten. Zo immortal was die. Nee. Zodat maar ze hebben geen gaatjes aan de onderkant, maar eentje. Dat maakt niet uit. Gewoon de bottom deck en de fix. Maar dat gaat niet. Nee, ik bedoel, de mensen hebben maar één gaatje gemaakt. Dus dat valt nog wel mee. Dat hebben we gefixt in ieder geval. Ja. Heeft iedereen een voyage gekocht? Ik nog niet. Ja. Als gooi dan ook even een voyage gekopen dan. Maar moet wel iemand nu terug, want de boot is rent mee. Oeh, dat was een stuk zwemmen. Ja, mermaid, thank you, buddy. Oh, poor milady, sorry. Milady. Day 5. En deze boot heeft een bijzonder hoeveelheid kort en crew. Volgens mij is hij maar alleen. Het kan dat dus zijn crew misschien nog moet komen, of hij is even vlug hier iets en check ofzo. Of hij is open crew en heeft mensen genomen. Of die mogelijkheid zet hem erin. Ja, ik heb hem in ieder geval welkom op de zee gereden. Ja, welkom in Chiefs. Bam! How can all Jim and the Bilge Rats help you? Don't do anything Jim would do. Don't do anything Jim would do. Maar dat verklaart in ieder geval zijn slechte vaarkunst als hij maar alleen is. Nee, dat verklaart ik precies niet. Ah, of ik moet wel in, als die alle drie de zeilen omlaag gaat. Toch niet, we moeten gewoon op tijd beginnen met hem ophalen. Het is geen rocket science. Het is vooral op die dan de drop als je alleen bent. Het is rocket. Het is ship science, niet rocket ship science. Maar ja, hier zit ook altijd een sloepje rond te varen. Bij ieder fucking eiland waar die is, ankert die. Dat op zich is nog niet ramp, zolang je ze zelf omhoog gaat en dan zijn anker weer. Hoe denk je dat ik weet op afstand dat die geankerd is? Dat zijn zelf naar mee is. Yep. We zijn er bijna, kapitein. Mhm. Dat zie. Shape, shape, we're ready to go. Pas op een voyage voort als jullie daar zijn. Dan is de grote kans het grootste dat ik er eentje krijg. Hey, gaatjes. Holy shit! Wat is er op Laguna Vespers aan de hand? Zes dingen op te graven. Holy shit! Oké. Kan ik al de dingen erop gooien? Ja, we zijn toch nog eens twee, dus je hebt toch nog en we zijn toch bij de watchtowers hier dus. Is dat schip ondertussen gezonken, Mark? Nog niet. Nog maar één gaatje onderdek. En... Oh ja. Zink vanzelf van de brug. En als die zink heeft gelukt. Is hier al een uitdaging als hij weer terug? Ja, dan heeft hij in ieder geval zijn master plat liggen. Nou, die heb je overhoop geschoten, of wat? Nee, die stond in de fik. Oh. Zijn hele bovendek stond in de fik. Ik heb tijdens dat ik me afschoot, had ik twee vuurbommen op het schip gegooid. Carpet bombing. Ja, precies. Mm-hmm. Het werkte best goed. Nou, ik heb vlugpies terwijl je ligt. Ik heb al vlug. Okidoki. This is fine.
Ik wacht even dat ik je veilig uit kan rennen. Het is een beetje warm hier. Spring gewoon gelijk het water aan. Dat kan inderdaad. Oké, hij is weg. Echt, het water kwam boven die trap vandaan en het was boem. Had hij al een middendek gaten zeker? Het hele middendek lag open. Echt, alles stond in de fik. Nice. Dan mag Dennis wat gaan doen. Of nog niet. Kan, donut. Maar ja, betekent wel dat ik daar misschien de lore krijg. Yeah. Heb je niet vanaf wat doen? Nee, dat kijk ik wel. Bewijzen. Lamassaille, Oegeïblé. Dat is present. Ik heb van het heen en weer springen allemaal een paar keer. Een paar keer damage gedaan dat ik iedere keer net een banaantje moet hebben. Nee, jullie oh. Weer. Son of a bitch. Goh, het wordt me niet gegaan. Mij ook niet, want ik denk dan even rustig een speciaal biertje inschenken en opdrinken, maar ja, als je heel groot moet hard doen, dan gaat dat ook niet. Oh, wat heb je het zwaar. Ja, hè? Want ja, we liggen allemaal op die rots, dus die kan ik niet pakken. Ja, we regelen het zo. Ze leren dat niet, hè? Nee. Iedere keer. We moeten Dennis tevreden houden. En het is veel vervelender, zo. Ik zie het als een uitdaging, hoor. Maar hebben jullie het eigenlijk wel mee? Ik ga gewoon van een biertje drinken. Dat is goed. Lord. Sloopje, kom eens laat. Ik verveel me. Sloopje. Sloopje! Je mag deze gifts hebben. Nee. Nou. Well, dan zijn er 7 van het stapeltje van die humble gifts die gewoon terug in leggen op bed. Kom nou langs, Sloopje. Oh! Nee! Oh! Wat gebeurde daar? I made it. Dat was bijna een doggy tangle. Zo. Ik zie echt, ik scheer ook echt gewoon er langs gewoon. Ik steek zo'n lontje aan. En ik word gewoon een minuutje. Nee! Toen. Dat is wel het voordeel dan bij een eiland liggen. Wat? En we gaan los van kern. Nou, de fleet is nog steeds actief, dus. We worden wel een hoop lawaai maken momenteel. Ja, dat is 3 uur straks. Kern zit er ook van. Ik begrijp je backdraft.
ik verveel me ook. Ik wil ook een keer. Het is Tom of Fleet aan de stop. Had ik ook gereageerd op Insiders. Ik was die maiden voyage aan het testen, hè? Twee weken geleden en dingen. Acht, dat is bekend. Veel makkelijker dan ik dit hier over praten dan. Dat weet ik. Maar, dus, nou ja, dat ging allemaal goed. En dan krijg je die standaard voyage die erna komt. Die als eerste gaat doen, hè, voor de Gold Ball. Ja. En ik vaar twee weken geleden, ik vaar weg van de outpost. Hop, Karen. Meteen erachter gaan, of tijdens dat Karen aan het vechten was, want ik had zoiets van ja. Oké, okay, kan, hè, whatever. Hop, ja. Maggie op me. Ik zo, nou ja, dat wordt gezellig als je net begonnen bent met de game. En, jawel hoor, een Skelly ship ook erbij. Denk, oké. Okay. Nou ja, dat zal puur toeval zijn, hè, kan altijd een keer. Een week daarna. Ik denk, testen nog een keer, want het was het een en ander veranderd. En, weer die golfholder erachter, want anders kun je niks in de testsessie, dus kijk. Of gewoon, moeten jullie weer doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En wat gebeurt er? Ja hoor. Karen. Skelly ship. En daarna ook Maggie. Ik denk, ja. Nou, welkom. Dat is een Sea of Thieves. Ze sterft me voordat je bij het eerste eiland bent. Kunnen jullie foto van Voyage? Ja. Ja, dat kunnen wij. Ik heb nu ook dat schedelblikje, Roy. Als je me even harpoen. Harpoen, hè? Je gaat maar samen. Ja, schijnbaar wel. Jongens. Heel me. En om jullie even aan te herinneren, dit is allemaal voor jullie. Yay! Pakken. La 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 la. Die vond jij niet lekker, toch, Roy? Welke? Die spelletje met die schedeltjes erop. Nee. Moet je daar eens proeven. Het blikje was wel heel cool. Het ruikt heel erg grapefruitig. Ja. Tjom, 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 tjom. Ik bedoel, de Engelsen staan bekend om bier te drinken, maar bier brouwen, volgens mij moeten ze dat nog leren. Gewoon bier dan. Engels bier in de zuipen. Ik ken het, het is niet Engels bier, hè? Oh. Iers, dat is geen bier. Nee, dat klopt, maar ja, het valt om categorie bieren. Dan heb ik nog een nieuwtje voor jou, Roy. Span nog een keer bij de eiland. Er zit een flesje in die ongeveer precies hetzelfde smaakt. Ja, ik heb het nu twee weggekiept gesteld, dus ik denk dat ik een flesje al gehad heb. Dat pokerflesje. Heb je die weggegooid? Welke? Iets met poker erop, zo'n clown. Weet ik al. Even niet. Ik kan dadelijk wel in mijn untap kort kijken. Pokerface. Jullie zijn weer. Deze La Masaya is niet verkeerd. La Masaika? Oké, ik heb nu 3 generous gifts en 9 rumble. Ik heb nog 1 collector's chest. Oh lord. Hoe krijg je dat iedere keer voor elkaar bij de eerste? Hij spant ook echt 10 keer op mij, zeg maar. Ja. Dit is ook pas de eerste keer dat het waar is, hè. Dus... Wat? Dat het echt waar is dat hij bij de eerste spant. Oh. Oh. Nou weet ik ook hoe dat blikje, hoe dat blikje heet, Mark. Dat heet letterlijk neck oil. Dat klopt. Oh ja, klopt het. En de andere is, die ik weggekiept heb, was low voltage van Brixton. Dat was ook in het Engels, die paard. Oké. Okay. Ik vind het wel mooi dat ik het overleefd heb. Ja, dat vind ik dat was volgens mij ook een blikje. Ik heb het heel vaak ingezet. Ik heb er nu 3 weggekiept.
Inclusief deze. Ja, die was echt goor. Ik heb die, dat was een, zeg maar een, bordje, oh, nee, zeg maar. Deze heb ik met bier, waar stond X? Wat? Easy Peter. En die hebben we nog nooit gehad. Dat is ook een Engels biertje. Citrus Session IPA. Staat ook op. En ik heb er nog eentje weggegooid. Dat was zeg maar in zo'n klein potje, flesje. En dat bier was zwart als cola. En het smaakte naar iets met verbrand of zo. Alsof ze iets verbrand in een potje hebben gedouwd. Ja, dat heb ik toen bij een bierproeverij ook gehad. Smoke bier of zoiets. Dat was echt gewoon net alsof je houtskolen gegeten was. Ja. Ja, zo smaakte het ook, ja. Daar heb ik ook zoiets van, nee. Was alleen Dago nog het graaf of zo? Ja. Ja, klopt. Why? Ik was dood. Zo lang! Dat is bullshit. Doe maar meteen foto. Nee, niet zo lang. Godsgloeiende maken de god van Tomme. Jullie mogen weer. Okay. Is ook een zeven tafels. Ik heb het kaartje niet. Wat, je hebt het kaartje niet? Oh, wow, daar staat hij. Waarom staat echt dat kaartje is over, all over the place in dat field? Komt door die envelopjes. Die envelopjes worden die ook als higher priority. Zeg maar net zoals gewone voor je, dus. En tegen zijn dat ze helemaal achter. Ik leg ze zo in het water, anders dan zit Flip te zeuren dat hij niks te doen heeft. Wie ik? Huh? Ja, ik weet niet of je aangesproken voelt. En hij. Oh, muk. Heeft niks nee, te doen. Joh. Weer jullie. Ja, het gaat zo wel lekker snel. Zo moet ik zeggen. Oh, vocht, kun je alsjeblieft actief worden. Vocht. Heb je in ieder geval wat te doen? Een boor. Ik heb volgens mij letterlijk iedere millimeter van het vocht al een keer overgesprint. Jullie hebben daar trouwens nog een kaart, hè? Die kaart van die klopt. Log. Zullen we die eerst doen, hè? Ja, die hallo. Andere hebben we al klaar. Mag ik er nu ook twee achter elkaar? Voor mij wel. Please. Moet alleen een voice op en foto, jongens. En dat is de laatste die jullie hebben, volgens mij. Mm-hmm. Of dit ik heb een hele boze meneer die daar heel anders over denkt. Ja, dank was rustig en graven. Die lok naar Calaris. Oh, ja. Is de Lord er? Ja. Ja, Mark had op een boze meneer die er anders over denkt. Dus ik denk dat dat de Lord is, ja. Ik dacht. Ja, kut, ik denk dat die voice nog niet opgeleid. Jawel. Als het goed is het van jullie de laatste voice. Oh, ik word even gebeld. Ja, oh, wacht, ik heb helemaal geen. Ik had ik was de eerste die de voice zou geven. Dan is Mark er geen. Ga jij die kruis doen?
Volgens mij heb ik geen voyages. Volgens mij ben ik de eerste geweest. We hadden er maar drie, hè? We hebben drie voyages gedaan. De eerste was van Dennis. Nee, dat was de vorige Dennis ronde. Die was op het eiland. Het is al wel een ronde geleden, Roy. Misschien heb ik het fout. Kijken. Hoe heet het deze ook weer? Vincent. Ja, dan heb ik het niet. Meer. Dan heb ik mij nog gebruikt. Dan moet ik even terug. Ja, jullie hebben geen voyage meer? Nee. Nope. Goed, trouwens nog maar 56 skelly ships te zinken. Maar ik heb al 500. Hoeveel generous gifts hebben jullie daar nu liggen? 16, dus jullie moeten nog 5. Ja. Plus 3 van mij, dus hoeveel voor maar 2. Dan moet er iemand zoeken die het weg wordt. Die wil ik ook volgen. Nu om niet. We vinden denk ik wel daar bij de Hideaway. Dat er vast iemand wel naar ons toe komt. Nou ja, mijn ervaring is letterlijk dat we een uur lang of een half uur lang achter een schip aan moeten varen. Liggen schreeuwen van: we doen hier niks, we doen hier niks, we doen hier niks. En dat ze dan misschien toevallig een keertje stoppen of dat je ze geankerd tijdens zo en dat je dan gaat vertellen wat je moet doen. Ja, want we gaan dadelijk gewoon naar die hideout. Als we die genres bij elkaar hebben, gaan we al die overige cadeautjes vast verkopen. En misschien komt in de tussentijd wel iemand. True. Ja, de twee die kwamen hebben wel gezonken. Dus... Laat de cel maar gewoon naar beneden. Ja. Het middencel heb ik nog wel. Ja, alles gewoon weer naar beneden. Dan moeten we weer terug dadelijk. Ja, maar... Jij moet nog een keer van boord. Ja, ik kan het zo misschien, hè. Ja, ik heb net ook gewoon een gooie gekocht, toch? Ja. Jullie gaan gewoon hier dadelijk al en ik ga dadelijk op de terugweg. Werkt perfect, toch? Ik heb geen idee, ik had net vorige ronde los. Mijn Richard aan elkaar. Sorry, ik zat heel even iets te lezen. Links, trap. Het volgende is wel, dadelijk gaan we in ieder geval geen wind in zijn. Dus ik heb iets meer de tijd om terug te komen. Doe dat. Je kan Ik ga er weer dadelijk op.
voordeel van Plunder is, is dat het zo'n lekker compact eiland is. Mm-hmm. Plunder en Gang is even heerlijk. Come to see your good and loyal friend, Jim. Yes, I do. Bring back some goodies for dear Jim. Kijk maar weer, hè? Gewoon tussen dingen klikken. Die dus alles zo mee meepakken. Je doet maar. Een moment, ik letterlijk langs de dok. Dat is mooi. Niet eens dashen. Dennis zal wat doen, kijk. En anders wordt hij weer boos straks. Boos. Voor veel. Ik heb al gezien dat gast dit hier op de eiland verteld. Kijk, als er nou ook God, nog een skeletje spawnen. Gee, dammit. Wat? Have fun, jongens. Jullie moeten eigenlijk volgens mij zo wel fucking gaan bos aan het bos hebben. Ik heb hier al 9 liggen. Ik heb geen idee hoeveel er op bed liggen, maar dat liggen er een hoop, want op het algemeen krijg je die meer dan Generous. Ja, zeker. Bij deze wel, ja. Bij Legendary krijg je echt heel veel Generous. Laten we zeggen dat 2 tot 1 staat en we hebben 16 Generous liggen. Dat is minimaal 32. Dingen plus mij, maar heb je al 41. Dus wat we net gejat hebben. Jee. Hey, jee, ik krijg de lord. Goeie genade. Dat is mooi, dan kunnen jongens dadelijk een zakje in het water gooien, man. Dank u. Ik zeg na deze ronde van Void, dus kom mijn nacht ophalen. Ben je er nou al klaar mee? En dan hebben jullie er meer dan genoeg om voor weg te geven. Ja, het ligt net aan hoeveel Generous we krijgen. Nu hebben we er geen gehad. Ik heb er nu al een Generous. En we krijgen van de Lord vaak nog een en dit is nog een Generous. We hebben er genoeg. Hoi. Dus niet. Waarom weer de helmen? Volgens mij krijg ik deze alleen maar de helmen. Dus. Even kijken. De dingen gaan er nog keer in tot de doel is. Dus morgen is voor Order of Souls en overmorgen in de school, zullen we zien? Dat weet ik niet gezegd. Ja, verwacht ik. Als ik zo kijk hoe het in de geschiedenis was. Dan precies onder elkaar dezelfde momenteel. Dat is vrijdag in de school en zaterdag de dubbel XP. Oh,
van kerstavond is het nog een keer geschrokken. Hij is dood. Sloepje. Mm-hmm. Slachtoffer voor onze cadeautjes. Oh, volgens mij gaat hij naar Shipwreck. Of Nou wat? Hij waar die ook heen. Waar die ook heen gaat, wij zijn sneller. Zolang het niet wint tegen is wel, ja. Ja. Voyage complete. Gaan we hem ophalen of wat gaan we doen? Doe maar. Deze cycle van Voyages nog even. Aha. Ik dacht dat. Jee, Dennis mag niks. Nee, jullie mogen. Dat zeg ik toch? Dennis mag niks doen. Ik heb al net genoeg kenners opgegraven hier. Zag het. Oké, al mijn dingen zitten vol. En ik heb er niet echt over. Yo Bert, ik kom erin. Kijk, ik verloor ik weer. Nee. Ik wil geen barrels meer. Een stukje bij. Was dat voor op de tent? Nee. Voor op de tent, ik weet niet wat het is. Nee, Fort of the Damned, als die daar lag, dan kon je hem niet zien. Kon je hem niet zien, inderdaad. Dan is het sneak. Is dat een opkalijn zijn? Dat is mooi. Anders zou ik gaan verkopen sowieso al drie lijnen zetten. Haha, ik denk dubbel doelens. Zeker niet met dubbel doelens. Fort of the Damned is trouwens direct noordoost hier. Ja, als je naar dat eiland kijkt, ziet, zoek je achter dat eiland weg. Oh ja. heb jij nog een voyage Mark, of zometeen? Tango. Lord is dood. Tango, leg hem dan maar op. Oké.
Dennis zal zo klaar zijn. Ja, ik moet heel even die lore afmaken en tik die de laatste even aan voor jullie. Ga jij eens weg, kutskelet. Maar hij is nog niet klaar. Jawel, wacht maar. 3, 2, 1. Wacht maar, precies, precies die tijd. Nou, veel plezier. Hier het eerste. Daar. Dat is de laatste van jullie, als ik me niet vergis. Ja. Ja. Gaan we dadelijk even langs dat sloepjasje nog ligt. Mag hij die dingen voor ons verkopen? Als goed is, stel dat dan voor hem ook als verkocht, toch? Ja, ja, ja. Dus mogen jullie dadelijk met z'n tweeën naar dat sloepje doen, dan doe ik wel of join aan. We moeten eerst naar de Dennis, toch? Nee, we komen langs het sloepje, dan gaan we dat eerst fixen. Moet het sloepje ons nog volgen. Oké. Kunnen we maar kijken of je hem kunt overhalen. Dat mag dan houden. Wil je dan niet volgen? Ja. Misschien heeft hij ook nog wel wat cruises kunnen liever gaan en leveren. Mm-hmm. Ik heb zo'n goed gevoel dat ik een lord leer. En ik heb een skeleton kit bedacht. Ik heb hier ook 16 humbles liggen. 16 humbles, 6 cameras. Maar ik denk dat jullie dadelijk sowieso in ieder geval ook klaar zijn met het verkopen voor jezelf. Bos. Ja, alleen generous verkoop niet, maar dat komt wel. Ik bedoel, kun je specifiek doen, hè? Gewoon opgave en verkopen. Ja, en als je dan die legendary voor je krijgt, dan zie je ook generous. Oh, misschien heeft hij daar een soort 20.000 generous aan boord. Ik hoop het, dat we gewoon echt kunnen ruilen. Jullie zijn klaar. Als klaar is en wij klaar zijn. Dus als je er achter. Het zijn 19 generous aan boord.
Ja, en ik heb er hier een stuk of 6. En hoeveel moest je er van Janus? 21? Ja. Ja, dat is meer dan 3. Dennis, jij hebt ook nog een mapje om op te graven. Oh ja. Hij is net, ja. Hij is een klaar. Alles van jullie is nu opgegraven, natuurlijk. So we gotta sloop the catch. Dan heb ik 7 generes. Hij gaat net plunder. Oh nee, hier net plunder. Dan moeten jullie dadelijk even onderhandelen. Daar is Dennis het beste. Nee, maar Dennis is niet hier. Dus er liggen veel te veel cadeautjes daar. Bied je een optie. Of we zinken je. Of je verkoopt tot de cadeautjes en krijgt zelf ook een nieuw optie. Hij heeft de Alliance flag aan. Ja, weet ik, daarom. Dan is het misschien wat makkelijk onderhandelen. Oh, je hoeft nog niet meteen een joint te doen, Marcus. Ik ga vast. Ik hoor jou heel slecht in game trouwens, Tango. Of Tango echt heel slecht in game. Dat ligt bij mij. Haap aan alle kanten. Maar dat doet iedereen van mij al die avond. Oké, dat gaat eigenlijk niet stoppen. Oh mijn god, het is mechelen. Ik zou gewoon join Alliance doen. Ja, doe maar vast. Kijk hoor, die mechelen even. Oeh, ik ben van de boot. Damn, die hapte goed. Ik ga me terug richting plunder. Oh. Moeten we niet achter het sloepje aan? Nee. Waarschijnlijk ons doen, want je hebt het gezegd bij Reapers. Ja, maar hij zei niks terug. Jawel. Ja. Oh. Oh, zei hij wel wat terug? Ja. Dat ze wel cadeautjes wilden ruilen. Oké.
Hadden ze misschien even moeten zeggen dat ze een dagje nog even wat broodjes gaan ophalen en ze dan daar naartoe komen. Ja, maar Fies kan zich eventueel nog naartoe schieten, want ze liggen daar stil. Het is wel een stukje zwemmen waarschijnlijk. Vragen wij richting Dennis en dan gaan we alvast met hun naar de keeper's hideout. Ja, hij is onderweg naar Char. Char weet ook. Ja. Maar hij ligt stil bij die rots daar. Ja, maar anders is het heel simpel. We halen nu die gifs op, we zien hem op de map, we gaan naar hem toe en zeggen: kom mee nu. Daarom. We halen ze op, we gaan naar de Reaper's Hideout en dan komen we hem daar echt alleen op. Ik bedoel, we weten waar ze zitten, dus dat is heel makkelijk als Galleon, hè? Hoor je me in-game nu beter, of niet? Ja, dat is een heel stuk beter. Ja, het hapert nog steeds voor mij. Voor mij niet, ja, alleen heel veel minder in ieder geval. Doet mijn in-game chat dus weer niet. Volgende week deed ik nog echt. Serieus. Auw, ik heb 1 high. Hij staat wel goed. 2 high. Boost. IBN hoor aan het praten. Maar het is wel volgens mij dat wel. Die spontane klok, Mark. Dus. Ik had hem alleen geaakt dat hij niet achter het stoepje aanging. Want ja, wij kunnen dat iets beter hebben dan een sloep. Oh. Zijn jullie er bijna? We zijn nu bij Paradise Spring. Ik zie jullie varen. Net word ik gebeten door een haai, godverdomme. Dat is niet erg. Dat is niet dus. Nou, dan moet ik even twee generals nog even hier vol bijleggen. Dat is wat we dadelijk af kunnen geven aan de rest van Captain Squadron. Oké. Okay. Oh, wat zijn we doen? Wat waren dat half? Oh nee, we moeten nog wel een stukje. Oh, ja. En anders kunnen we daar gewoon anker aan maken. Ja, oké, okay. Doen we dat maar. De spullen liggen allemaal op dezelfde plek als de markt. Ja, we doen daar gewoon ankeren en dan zeilt je hem ook halen terwijl we de spullen aan het boven aan het halen zijn. Ik zag geen chat phrases niet meer. Leuk, er zijn twee galleons tegengekomen en die hebben allebei gezonken. Die tweede, die. Ja, dat. Zijn tegengekomen. Die heeft zichzelf. Ja, we hebben een zijn.